Doei! Hallo iedereen, welkom terug bij de nieuwe video van hier op Scat for Games. Ik versprak me daar een beetje, I don't care. We staan hier een selfie te maken met deze epische king. Meneer, Arzoen, de vierde. Ja, er zijn er al vier mensen van deze. De vorige keer moesten we voor de rechter staan. Hebben we onze reputatie helemaal verneukt. Maakt niks uit. Wij gaan nog steeds naar de priester, waar ik geen idee heb waar die is. En er staat hier een zombie. Wil je alsjeblieft even sterven? Godverdomme. Ik wil even die priester weten. Waar is die priester? Oké, hallo guards. Whilst? Ja, dat weet ik. Even kijken. Mages Jewel. Oké. Dit is Grandmaster Felicky. Kan ik bij jou... Wacht. Laat ik even die map bekijken. We hebben hier de map. Maar dat is niet de map van de stad. Oké, dit is de map van de stad. Ik wil even kijken, want Military District, Airship, Dock, Stables, Jail, Merchant District, Royal Stable. Ja, ik heb geen idee waar iets ligt. Laten we gewoon even met hem praten. Welcome to the Mages. What brings you here? I was looking for some work. I would like to join the Mages deal. I'm passing through town. Let's see what happens. Oké. Oh, nou, met hem kan ik dus niks fixen. Ik moet dus even weten waar de fuck kan ik de priester vinden. Waarschijnlijk in de kerk, logisch. Maar waar de fuck is de... Ze schiet alleen maar op. Maar wat is dit, jongens? Ik weet het niet. We gaan nu, Royal District. En we gaan nu in Merchant District. We zoeken een kerk, jongens. Een kerk. Die moet niet moeilijk te vinden zijn, denk ik. Hoop ik. Oké, een kerk. Een kerk. Ik kijk op de map nu. Ik zie wel iets dat weg heeft van een kerk. Ik weet het niet zeker. Laten we er gewoon heen gaan. Aangezien, is dat... Nee, dat is volgens mij de prison. Het is in ieder geval niet de kerk. Oh, wacht. Dit is trouwens het ding wat ik bedoelde, wat ik op de map zeg. Maar dit is dus inderdaad geen kerk. Juist. Ik zie misschien nog iets wat op een kerk lijkt. Laat ik daar even heen gaan. Oh mijn god, we moeten ver reizen steeds. Oké. As you're walking through the... You hear a voice call to you. Oh, echt? Hello, over here. I'm... in Three Pond View. Could you come in here for a minute, please? Is dat deze? Oké, sure. Ze zoeken help. Of iemand wil help hebben. Ga, doe dicht. Oké, hallo. Hello, adventurer. Thanks for popping in when I called you. I was hoping you might be able to help me. What do you need help with? My daughter has fallen in with a bad crowd. Become addicted to substances of no good and is now working as an entertainer in an inn in Red Roof Town. Sorry, but what do you want me to do about it? Ja, Red Roof Town, waar ligt dat? Well, I was hoping that you could go and see her and try and talk reason to her. She found her life here in Dropnovia. So boring and yearned for adventure and excitement. So when she sees you, she's going to be impressed. I hope that you're telling her that her new friends are no good will mean... something and she might listen to you and return home. Oké, next time I'm in Red Roof, I will speak to her. Ja, is goed. Thank you so much, I really appreciate it. Her name is Amy Lee and she works in the one of the inns of taverns in Red Roof. Ik schrok gewoon fucking geluid. You bid... mijn stem. You bid Henry to farewell and leave her house. Quest. Waarom heb ik geen questenboek? Kan ik daarop klikken? Ik kan ook nergens op kijken waar ik wat mijn quests zijn of zo. Dat is een beetje jammer. Maar ach, weet je, we kunnen niet alles hebben. Ik loop even hierheen, want volgens mij zit hier een... hier ergens, de kerk. Maar waar de fuck zit de kerk? Ik wil het weten. Waar kan ik teleporteren? Waar kan ik dingen doen, zeg maar. Zodat ik, ja, gewoon, weet je, chill. Het is zo moeilijk allemaal. Godsamme, kutspin. Sterf in hel. Nou, dit is geen kerk. Fucking een kerk, jongens. Ik snap het niet. Acacia Road. Warriors Girl. Nee. Ik wil naar de fucking... Zit er een vraagteken boven? Ik zie er geen één. Tenminste. Hey, hallo.
Ik hoef niks van jou. Fish and chips. Niet fish and chips, fish and chips. Oh, creeper, ga weg. Oh my god. Waar de fuck moet ik nou weer gaan zoeken? Mensen, ik ga even op zoek naar die kerk. En ja. Oeh, en ja, ik check jullie zo weer even. Oké, ik heb een kerk gevonden. Ik weet niet of dit de goede is. Dit staat namelijk gewoon in, zeg maar, naast het kasteel waar die koning aan het chillen is. En er staat een geel uitroepteken boven. Maar er staat hier wel Royal Chapel, dus dat is een kerk. Dus ik weet niet of dit de priester is, maar mijn stem heeft echt aids. Maar we gaan gewoon even praten. Greetings, my child. What brings you to the house of the Lord? The king sent me. Oh, dit is wel de priest. Oh, yes, I've been expecting you. You are traveling to North... Hou je bek, zombie. To North Pine, I believe. I have an important document that needs to be delivered to the priest here. There. Would you take it on my behalf? Yes, I can do this for you. Wonderful. Here's the document and do look after it as it contains very sensitive information that must not be seen anymore. Sin gives you the document to take to the priest in North Pine, then goes back to counting the well. Is she just the priest in fucking North Pine? Maar waar moet ik teleporteren, vraag ik me dan af. Ik bedoel, ja, moet ik dan naar Airship Travel? Ik denk dat ik naar Airship Travel moet, want er staat daar Airship Travel, en dat is dan, zeg maar, in de air, dat je in de airship moet, en dan ga je travelen en ga je reizen. Alleen is het weer helemaal aan de andere kant van de stad. Dus mensen, ik zie jullie wel weer als ik bij die fucking boot ben. Tot zo. Oké, eindelijk bij dat fucking schip. Volgens mij moeten we hierin, denk ik zomaar. Oh, holy shit, het is een grotere kerk. Doei. Doei. Ja, over je graf heen. Doei. Ik ben weg hier. Ga weg. Stemmen. Ah, stemmen. Oh mijn god. What the fuck? Die kerk zit gewoon... What the fuck was dat? Holy shit, dat was scare. Nice. Airship. Travel tickets for sale. Travel tickets. Travel ticket. Kut. Hoe kom ik in godsnaam aan geld? Shit, ik kom er nu achter. Ik heb inderdaad helemaal geen geld. Voor Airshipway. Oh. Mag ik van iemand geld? Of zo? Ik weet niet. Wat kut. Ik heb geen geld. Waarom heb ik dat ding ook opgemaakt van eten? Oh, meneer, help me. Ah, jongens. We moeten een sidequest doen, denk ik. Anders hebben we echt geen geld. Laten we een sidequest gaan zoeken, want... Ja, we hebben geen geld en we kunnen geen air-ticket kopen. Ah, oh, alsjeblieft, kerk, fuck off. Ah, stop! Kerk! Oh my god! Hier is een sidequest. Oké, we doen deze, fuck it. Ga naar binnen, die kerk zit mij in mijn hoofd. Ik kan het niet meer tegen. Ah! Meneer, praat. Greetings, I have a simple request if you can spare me a few minutes. Yeah, of course. Depends what it is. I'm quite busy. Yeah. I'm a collector of pocket watches and carriage clocks. So I was hoping that if you come across any of your adventure, you might bring them to me and I will pay you for each one of you find. However, before I will pay you top prices for any of... I would like to you to visit a shop here in town and buy a clock for me. If I go to buy it, the shopkeeper will charge me a fortune as he knows I'm a collector, but if you go, the price will be cheaper. If you do this favor for me, then I guarantee my price for future sales will be the best you can get anywhere in Drobnovia. So, do we have a deal? Will you go buy me the clock? Give me the money, I will go buy the clock. You need to buy Walton Traveler 8 pocket watch that he is selling. It's being sold at the jewelry's at the other end of the town for 3 gold nuggets. So here you go and thanks. Pocket watch. 3 gold nuggets. Waar zegt hij? On the... at the jewelry's at the other end of town. In the residential district, denk ik. Oh my god.
Jongens. De volgende keer gaan we verder met deze dude. We gaan een klok voor hem kopen. En dan hopelijk geeft hij ons geld. We hebben nu ook geld. We kunnen, dan zouden we hem kunnen stelen. Maar volgens mij gaan we dan weer voor de rechter staan. En dan, krijgen we weer problemen. Dus ik neem het risico liever niet. Maar in ieder geval, bedankt voor deze video. Voor deze video leuk, maak altijd een blauw duimpje omhoog. Geef even meer van ons een klikje beneden op abonneren. En dat was allemaal in één adem. Maar bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer van de part 4 van de Dropnovia Night serie van in Minecraft. Oké. Bedankt voor het kijken. En doei.